ja, goede speurders van het Erasmusvirus, jullie hebben geweldig werk gedaan. Jullie hebben van internet deze foto gehaald. Een foto van verdachte Martin van Tongeren. Jullie hebben daaraan ontdekt dat hij een t-shirt draagt met Carhartt Stereo Sounds. Jullie hebben ook ontdekt dat dat een bedrijf is in Brisbane, Australië. Jullie hebben ook ontdekt dat er een gelijknamig bedrijf in Amerika is met een kledinglijn. Maar dit bedrijf bevindt zich in Australië en doet geluid bij speelfilms. Jullie hebben ook ontdekt dat dit bedrijf gevestigd is in een huis dat te koop staat op internet. Ik heb dat intussen gecontroleerd. Dat huis is inderdaad gekocht door Carhartt Stereo Sounds. En verder hebben jullie ook nog ontdekt dat Martin van Tongeren zich voorbereidt op zijn reis naar Australië. Want hij heeft een boek in zijn handen dat verraadt dat hij zich informeert over Australië. Dat is dus mooi. Ik heb intussen Nonnie Charloes gesproken. Ik heb haar verslag gedaan. Nou ja, niemand is opgepakt, dus jullie begrijpen wat daar het resultaat van is. Ze is heel erg blij met onze bevindingen. Die neemt ze mee in het verdere onderzoek. Er is een groot dreigement voor een nieuwe moord op vrijdag. Daarvan zal RTV Rijnmond, die heeft daar intussen al zelfs zendtijd voor uitgetrokken om daar verslag van te doen. Lijkt me wat voorbarig. Maar goed, misschien kunnen wij het nog voorkomen. En verder zijn er nog wat ontwikkelingen. Ik heb wat documenten van haar gekregen. Die zal ik jullie geven. Dat zal vanavond gebeuren. Het klopt dat ik een 2 dagen min of meer onvindbaar ben geweest. Dat komt omdat ik bezig ben om iets voor te bereiden. En dat zal ik jullie morgenavond geven. Iets waar we allemaal ons voordeel mee gaan doen. Ik kan daar niet te veel over zeggen. Moet wat geheimzinnig blijven. Want wie weet wordt het nog verijdeld. Maar het is iets wat broodnodig is voor het hele onderzoek en ook voor het hele proces van de rest van de maand van het spannende boek. Later vanavond dus meer informatie. Dank aan iedereen die mij gebeld heeft om te vragen hoe het met mij gaat. Het gaat heel goed met mij. En maak je geen zorgen. Maar af en toe ben ik even spoorloos, omdat ik dingen aan het voorbereiden ben voor dit onderzoek. Dus dan moeten jullie even geduld hebben. Maar jullie kunnen voort, want er is veel te vinden over wie de dader is, wie de misdadiger is die dit verschrikkelijke virus over ons uitstort.